Op zaterdag 18 september was het vertrouwde OHL-stadion aan den Dreef de perfecte locatie om het nieuwe cultureel seizoen van 30cc te openen. De talrijk opgekomen cultuur- en sportliefhebbers konden genieten van een spetterende openingsparade en diverse optredens en acts. OHL TV was aanwezig en maakte volgende reportage. Blijven gaan en we steken nog een klein beetje helling. Op nog een klein beetje helling. En zitten we gaan dus onze rode trui dan gewoon meteen aan de leiding. Valt onze gele trui bij de bord op fotofinish. Neem er uw fototoestel bij. Want dit is onwaarschijnlijk van nog één duim verwijderd van die laatste streep. Die beslissende eindstreep. Nog slechts een halve centimeter. Nog slechts een halve centimeter. En we zijn er bijna, maar het staartje moet erover. Alles moet erover. Ik ga er een bril op zetten. Hebben we een winnaar? Ja! We hebben bijna winnaar. En geef toch een applaus, het is een slijm die deze wedstrijd wint. Thank you.
Leuven is, een gebeurtenis. Ik sta iedere dag nog van te kijken. Leuven is, nu sta ik op de markt van de stad. En niks kost zoveel geld dan een helm op een voetbalveld. Leuven is, liever OHL dan WHL. Leuven is, het gras zal altijd groener zijn. Leuven is, de cultuurtentrum is dit voetbal. De actie is nu aan jullie.